Wat voor soort tent is dit? Het is een pyramidentent, een M1945. Ja. Niet zozeer met de jaartal te maken, maar gewoon een type tent. Ja. Normaal geschikt voor 8 personen, 4 bedjes elke zijde. Ja. Worden vaak op ingericht als een hospit tent. Oké. Okay. Er staan er meerdere van in het veld. Ja. Soms op velden met 60 tenten. Dus vaak werden dit soort tenten gebruikt als briefing tents, tijdelijk onderkomen. In dit geval is het ingericht voor fotograaf, correspondent. Ja. Yeah. Zo is die bij de nu. Divisie had ook een medic divisie. Ja. En dat doe ik. Okay. Geen wapens. Nee. Ik ben niet klaar voor wapens. Ja. Ik doe het met die rode koers. Met hun dagelijks leven ook in de medische wereld? Nee. Nee. Geen voor de politie. Met de politie? Ja. Oké. Okay. En u gaat vaker naar dit soort happeningen van Keep Them Rolling? Fantastisch. Ja. Ik vind echt, echt mooi. Dat is in Duitsland niet mogelijk. Nee. En ik ben echt blij dat ik lid ben van deze club. Ja. En een evenement met 200 legervaartuigen op de tijd 39 tot 45. Ja. Dat is echt toppie. Nou, Delm is er blij mee. Ja. Ja. Dankjewel. A little girl, he picked it up, put it in a pocket. She was rocking on down the avenue.